de Punter, jouw oplaadpunt aan het water in Rotterdam. Goedenavond, jij bent... Mijn naam is Luc de Boer, namens Team Groenplant D sta ik hier. Luc de Boer, dames en heren. Deze microfoon doet het. Drie. Goedenavond, welkom allemaal. Twee, één, go Luc. Dankjewel. De Punter, hartje Rotterdam. En wat kan ik vertellen? Hoe kan het zijn dat er voor jou al twee projecten waren in de Steigersgracht? In de Steigersgracht, hotte plek, doen wij dit jaar voor de tweede keer mee. Vorig jaar een heel groot groenplan, Groenplan Desiderius. Dit jaar concentreren wij ons op het gebied Steigersgracht. Wij willen de verbinding tussen Hoogstraat, Vlasmarkt en de Nieuwe Markthal en de Grote Markthal willen we levend maken, willen we bruisend maken. En we maken daar een hele simpele ingreep. Een kade langs de wanden. De wanden worden groen. Er is een taluut, er is een grasveld. En er kunnen allerlei activiteiten en initiatieven kunnen daar een plek krijgen. Het project wat na mij komt dadelijk is ook welkom in dat project, overigens. Net zoals de voorgaande projecten. De historie moet daar afleesbaar zijn in de wanden. We maken een buitenexpositie waar je 700 jaar geschiedenis kunt zien. We maken groene wanden. We maken een plek in Rotterdam waar jij kunt opladen. En als je een alternatieve route wilt om van de Hoogstraat naar de Markthal te gaan, ga naar de Punter. Dankjewel!